Okay, people, let's go to work. Proppunt, aflevering 5. Hartelijk welkom mensen bij deze nieuwe aflevering waar we verstoppertje gaan spelen samen met onze gastvrouw Rowi Kroetsen. Hallo. Hallo, en we zijn met een wagen. Je kan een paraplu kan je kiezen. Waarom zou ik een paraplu willen zijn? Nou, ik kies wat anders. Oh fuck, ik ken die man niet. Nee, ik ook niet, maar dat is gaaf. Oké, okay, maar je weet niet wat. Nee, je weet het niet, hè? Nee, ik weet het niet. Je kan 2 keer uitzoomen, hè? Ik weet niet hoe het gaat. Waarom ben ik nou dit? Oké, en nou kies object. Oh, met V kan je draaien, Rowi, makkelijk. Met V. Met V? Ja, kan je draaien. Oké. Okay. Met de V-toets. Oh, er kwam iets langs lopen. Oké, ik sta op een markt. Oké, mensen, voor mensen die het nog niet weten, jullie weten waarschijnlijk wel. Jullie hebben de vorige aflevering waarschijnlijk gekeken van Proppunt. Proppunt is een spelletje. Rowi gaat zich verstoppen en ik verraad haar plek. Oh, dat is gewoon. Zo is het wel. Zo is het wel, maar is het. We zijn wel vriendschap gesloten. Rowi heeft al contracten getekend. Het is niet normaal. En in deze aflevering ben ik me verstopt als een. Je weet wel, ik ga het niet verklappen, want anders gaat Rowi me pesten. Ik sta naast deze grote vriend, want dat is mijn grote vriend. Mijn grote houten vriend. Een hint. Grote houten vriend, Rowi. Ik ga je zoeken. Nee, dat kan jij niet, want je hebt je lenzen niet in. Oh, er is iemand. Oh, ga maar weg. Dit hoort zo. En ik zal het uitleggen. Je moet je verstoppen. En als we op tap kijken, de groene mensen hebben zich verstopt. Namelijk 23 man en 5 zoekers. En ze komen nu wel heel dicht in de buurt. Hoe kan het dat ik een hogere rank heb dan jou? Een hogere rank? Heb je een hogere rank dan mij? Ja, ik ben level 11. Ja, 11 al? Ja, weet ik niet. Dat kan als je mensen verraadt, dan krijg je een hogere rank. Hoe, hij had me niet. Oh shit. Ben jij daar ook op die markt? Nee. Oké, want er zitten heel veel mensen bij mij in de buurt. Shit. Ik sta echt in een steegje. Oh shit. Hij is nu al die vazen aan het langs gaan en dan komt hij langzaam bij mij dadelijk. Alsjeblieft. Ben je zo'n vaas? Nee, maar hij komt wel bij mij in de buurt nu. Oh shit, hij gaat langs mij. Yes. Hij gaat langs mij. Wat, dit hoort, jongens. Dit hoort. Dit is normaal. Een plank staat naast een plank. Rowi? Nee! Je bent gevonden. Hé hey, jongens, ik sta nog over met best wel veel zoekers. 10 verstoppen nog. En ik sta nog steeds. Het gaat goed. Nee, niet schieten. Nee! Ik wil je vinden. Nee, Rowi, het gaat nu lekker. Dan had je me moeten zoeken als de winden waren. Nee. Dat telt niet, opzouten. Ik ben promoted. Yes, ik ben level 10! Yeah! Oké. Okay. Joe, shotty! Echt gemeen, echt een kutwijf ben jij. Dit is echt gemeen, je bent echt slecht, net. Echt slecht. Echt fucking slecht. Echt fucking slecht. Opzouten, ik hoef je niet meer te zien. Opzouten nu. Ja, rob maar op. Opzouten. Echt waar? Nu moet je niks meer zeggen. Jij weet waar ik zit. Laat me volgende keer zitten, ja? Ik ga weer hetzelfde doen. Dat is de perfecte. Dat was perfect. Maar had ik mijn melden maar gehouden, ik zeg niks meer. Sorry. Jij hebt het ook zeker gedaan, hè? Ja, oké, okay, true. Inderdaad, ik vind het daarom niet heel erg. Maar ik had graag willen weten. Die plek. Ik had graag willen weten of ik daarbij zat. En Rowi? Dat ga je me dadelijk verdomme gunnen. Je gaat me, nee, echt waar? Je gaat me niet meer schieten, ja? Afgesproken? Nee. Hand erop. Waarom moet ik dat doen? Gewoon tegen de webcam. Hand, zo. Mensen, heb je het gezien? Je hebt je hand erop gehouden.
Dat betekent dat ik de beste, perfecte verstopte plek heb gezien. Behalve Roy weet ervan. Maar Roy houdt een mondje. Dat hebben we afgesproken. Ja, ja. Nee, niet zo onschuldig gelijk. Ja. Nee. Niks mee te maken. Niks te maken. Je hebt niks te maken. Je hebt niks te maken. Roy? Ja? Je hebt niks te maken. Ja, ja. Dat zegt de... Ken je dat niet? Dat filmpje van Massagraf op YouTube. Van Sans Maget. Misschien. Ik heb niks te maken. Je hebt niks te maken. Rika, Rika, Rika. Wat ben je aan het doen? Ben je auto's aan het bekladderen of weer met pensioen? Ga je nog wat schieten of kom je in mijn groep? Verraad je me niet, want dan weet je hoe het moet. En Rika, 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 spring maar op de grote wagens. Laat hem ploffen, want dan zie je dat als ik het maar moet. En Rika, 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 kom maar even lekker kroelen. Want ja, 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 je weet hoe je schieten moet. Hey. En Rovi verraadt mij als natten radijsjes, als appels zonder wormen en als prei zonder radijs. Nice, nice. Echt heel schön. Als ik niks over hout vertelde, dan kon je mij niet vinden. En als ik volgende keer niks meer zeg, zal ik jou eens flink gaan opwinden. Oh ja. Je gaat niet mijn plek verraden. Ik weet ook niet meer hoe ik daar kom hoor. Dan ben ik echt serieus. Ik weet niet hoe ik daar nog kom. Maar je laat mij in die markt staan en je zegt niks, oké? Nee, is goed. Ik kom er misschien bij. Ja, maar nou ja, nee, want dan wordt het druk. Dan was je mijn plek verraden. Ik weet niet eens hoe ik daar kom. Hoe kom ik daar? Shit. Waar zit ik nu überhaupt? Ik weet het weer. Oké, okay, niet meer komen op die markt. Daar ben ik nu. Oké. Okay. Hoe lang hebben we nog? 24 seconden. We gaan naar een andere plek. Ah, ja. Nee, je gaat echt niets verraden. Maar nee, waarschijnlijk door jouw verraadplek. Er zit al iemand achter me. Die weet gelijk al dat ik daar niet hoor, jongen. Nieuwsobject, snel. Ja, die weet waarschijnlijk al dat ik daar zit. Oh, hij is weg, mooi. Woe! Oké, Roy, niks zeggen. Ik snap als ik het word gevonden binnen een minuut, maar dan ga ik jou verantwoordelijk stellen dat jij mijn plek hebt verraden, oké? En ik zie een stoel daar. En die stoel zit tussen de puin. Wat, joh? Oké, we gaan kijken. We zijn 23 verstoppers, waaronder... Rovi. En waaronder... Zo, kijk hoeveel zoekers al. 8 zoekers. 8. Rovi. Oh, nou, we worden zo gevonden, joh. Ja? Rovi. Je hebt niks te maken. Oké. Er komt nou iemand in mijn buurt. Daar is het veilig, maar ik ga nou even naar die man kijken. Ik, weet je wel wat? Ik ga gewoon niet kijken, want dat is gewoon... Oké. Wat was je? Niks zeggen? Je gaat niet naar mijn plek toe. Je gaat echt niet. Ik stond bij je op de markt. Nee, maar je gaat niet. Oh, daar heb ik hem gezien. Dan zag ik die stoel tussen dat puin, toch? Ja. Ja, daar heb ik je gezien. Oké. Niet. Ga alsjeblieft naar een andere plek. Niet bij mij in de buurt. Ja, nee. Oké, je bent geweldig. Ik ben benieuwd hoe lang ik het volhoud. En echt niet op die laatste seconde denken van ik ga Vincent pakken. Nee, ik wil gewoon even kijken of dit echt de plek is. Want dan, deze plek houden we dan gewoon voor elkaar. Dit is gewoon onze vaste plek. Maar ja, als we deze video online zetten, dan weten de mensen al dat dit de perfecte plek is natuurlijk. Arme Roy. Wat? Oh, ik heb iemand! Roy, ik ben dood. En wat betekent dat? Dat jij mijn plek hebt verraden. Nee, Stinky. Sowieso wel. Ik ben net echt de hele tijd langs je. Ja, maar weet je wat het is? Nee. Je hebt niks te maren! En gewoon spelen en niet verraden! Nare verraden! Het rijmt. Wat? Verraden maren? Je hebt niks te maren. En verraden. Maar ik heb je wel verraden. Ja, maar je hebt wel niks te maren. Hey. Nee, jij hebt niks te maren. Nee, vind je het gek? Mijn plek is gejat door jou. Oh, wat gejat door mij? Nou, niet gejat, maar verraden.
heb niks verraden. Je hebt niks te verraden. Stinky. Nog twee hoor, die kwit. Oh. Ook wel een goede speler hoor. Dat is zo rot hoor, als er zo weinig mensen nog maar zijn. Wat zit er in die put hier, Roey? Weet niet, een riool. Ik weet het niet. Oh, beschermd gebied, stop met bouncen. What the fuck? Oké, okay. Ik sprong in een put of zo. Jongens, kom, laat mij nog even die laatste gozer vinden. Is waarschijnlijk een object hier ergens in de lucht of zo. Oh. Oh, het is voorbij. Nog eentje dan kunnen we nog doen. Mm-hmm. De laatste voor vandaag. En ik kies gewoon een... Ik kies iets en dan raak ik me op de laatste. Ja, is goed. Oké, wacht. Ik heb al... Nee, ik heb echt een nice plek. En jij? Genius! Oh my god! Een praaltje naast twee andere heerlijke vriendjes van me. En ik ga eens even een babbeltje met ze maken. Jongens, hoe voelt het nou om zo lekker op deze verharde, mooie, zandlopende weg te staan? Nou, ik vind het wel lekker. Ja, maar heb je dan niet het gevoel van, ik sta voor een paal? Nee, want dat ben ik niet. Ik ben geen paal. Ik ben een stuk... Je weet wel wat je ziet, wat ik niet mag zeggen tegen Roby, anders weet die verraad. Hey, je bent een lantaarnpaal. Je hebt niks te baren. Oké. Okay. Roby, haal je handen door je haren en wacht geconcentreerd op het noodlot wat jou zal vinden en ontdekken en verraden. En waarom heeft iemand hetzelfde object gekozen als mij en loopt over de muren heen zichzelf te verraden. Want dat verraadt ook mijn positie als dit object wat ik nu ben, deze mooie paal. Oké, ik ben heel benieuwd hoe mensen mij gaan vinden, want ik sta echt precies goed. Dit zou je toch niet zeggen, jongens? Van, nou, nee, toch niet? Nee, toch? Ik heb nog geen hond gezien. Echt, hè? Maar nu ik eraan denk, ik sta eigenlijk in een hele lege kamer en ik ben het enigste voorwerp. Dat is echt niet slim. Dat nee, is zo niet slim. Dan gaan ze daar juist op schieten, zo juist. Om te kijken. Daarom, dat had ik vorige keer ook. En daar loopt iemand nee! voor me. Juist! Oh, blijf van de lantaarnpaal af. Ik zweer het je. Kijk die mel van je, ik zie het wel. Je bent gehunt. Je bent gehunt op lantaarnpalen. Je bent gehunt op lantaarn. Ik zie het. Roby de lantaarnhunter. Zie haar gaan als de hunter van het veld. Ze verslaat alle palen in het zicht. En daarom blijft ze het geen held. Maar ik ben wat anders. Ik ben geen paal. Want ik ga niet voor paal staan. Dat vind je toch normaal. Ik ben gewoon op object. En dan pak het mes. Jongen, jongens. Jezus, jezus. Ik kan wat het niet hebben. Dan? Ik flip in die ogen. Man. Wat ben ik? Ik was een betonblok. Een betonblok? Een groot betonblok. En ik stond tussen twee andere betonblokken op de straat en het leek net een setje. Maar nee hoor. Oh, die? Ja, hier zo, waar ik sta. Okay. Waar ben je? Weet ik niet. Nou, je ziet twee staan, twee betonblokken en er stond ik gewoon naast. Door waar de weg wordt afgezet, ja. Waar je niet verder kan lopen. Inderdaad. Daar wou ik gewoon naast staan. Wauw. Echt waar. Ja, echt. Het zag er zo goed uit, maar ik heb het wel een paar minuten volgehouden. Nou, ik heb er wel een leuk liedje aan overgehouden. En wat doet meneer hier? Wat benoemt meneer? We gaan even kijken. Of misschien niet boven. Je moet... Ik denk dat je, als je juist op rare plekken gaat staan waar mensen haast niet komen, dat je sowieso wel meer kans maakt. Ja. Hoeveel... We hebben nog 3-4 stoppers. Het is moeilijk hoor, hé. Een bank? Dit was ook niet pluis hoor, dit. Nou. Maar het is leuk als je iemand hebt, dan is het eigenlijk een soort van... Het is eigenlijk heel weinig komt het voor als je iemand hebt eigenlijk. Hoe bedoel je? Nou, als je iemand doodmaakt, komt heel weinig voor. Ja, oké. Okay. Wat er net wel één iemand. Maar... Ja, mij. Nee. Door het verraad van nee, de Robby. Stoel.
Maar hoe kan je draaien? Want ik zag een keer iemand gekanteld staan. En ik denk dat je meer kan. Kon je dat niet kiezen? Een gekanteld voorwerp of zo? Nee, je kan dat zelf doen tijdens het plaatsen voor mij. Nee. Volgens mij wel. Ik heb een keer iemand gekanteld gezien. Iemand met een ton. Heb ik ooit wel eens gezien. Ja, maar dat hij niet kon kiezen. Kanteld. Het is moeilijk hoor jongens. Laatste verstopping. Antenne. Dan weet je dat antenne is. Ja. Oh, dat wist ik niet hoor. Zoek een antenne. Zoek naar antenne. Oh my god, nog een minuut. Iedereen zoekt... heel snel gevonden. Hoor. Echt hè, iemand zoekt naar antenne. Ja, nee, een paraplu is dat. Maar ik schiet er gewoon op. Oh, hij is gevonden. Ja. Nou, nog eentje om af te maken toch? Ja, oké. Okay. De laatste. Gewoon een extra lange video voor jullie mensen. En ik kies een... Oh, wat een hoop dingen, jongens. Oh, deze is wel heel erg schön, hoor. Maar zie je het grootste object? Als laatst. Snap jij deze logica? Ja, hoor. Echt gewoon... Ik kies iets anders, hoor. Oh, snel rennen. Een mannenpop, die wordt sowieso gevonden. Een mannenpop, een mannequin, ja. Een mannequin. Die zie je nergens staan. Een mannenqueen. Ja, wel, die staan in de map. Ja, maar achter een raam. Ja, net als een hoer. Wow. Wat ben jij? Ik ben een jongen. Ah! Nice. Ja, en dat heeft mijn moeder bepaald. Oh, ja, dat weet ik. En mijn vader voor de helft natuurlijk. Nou, ja, niet zoveel. Wat ga ik even zien? Ik ga mezelf omschrijven als een redelijk voorwerp. Ik ben niet klein. Oké. Okay. En wat bent u? En een meisje. En hoe kan u zichzelf beschrijven als het grote, als het ware, het grote voorwerp? Ja, ik ben sergeant, ik ben geprezen, gepromoveerd tot een echte man. Omdat ik in deze straat heel goed kan verstoppen en Rowie dat niet kan. Ik zou ook in de straat. Oké, dus u bent een vuilnisbelt. U bent een vuilniszak, u bent een doos. U bent een lantaarnpaal. U bent een boom. U bent een mandje. U bent een betonblok. U bent een betonblok. Ja, en jij? En ik ben een man. Voor de helft. Een man. Nee. Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik ben een jongen, maar de helft is, heeft gekozen mijn moeder. Dan, ja. Helft jongen, helft serieus? Man? Echt. Jongens, jullie zien het. Ik word zo gepakt, ik weet het. Maar gewoon echt zoveel man om me heen. En niemand valt het op. Zie je? Grote objecten vallen niet op. Echt hoor. Op zoek naar een enigszins betonblokje. Op zoek naar hetgene wat ons in de weg staat. Het betonblok hier, het betonblok daar. Dat is een betonblok. Dat is een betonblok. Dit is een betonblok. Dat zijn hun betonblokken. Daar zijn nog meer betonblokken. Daar gaan we naartoe. En ik zie daar betonblokjes. Ik zie ze al staan. Hoe hup op betonblokje. Oh, hup het al neer. Ik alsjeblieft, voel... alsjeblieft, echt waar, ik zeg. Roy, als... ja? Je bent wel echt als je vier over nog, hè? Zie je dat de betonblok oomt? Zie je? Ik weet het. En ik sta best wel centraal. Jij staat in midden, ik heb het je gezien. Echt? Nee. Oh shit, ik schoot op een betonblok, sorry. Is ook... Je stond echt prachtig. Echt prachtig. Nee, maar echt. Je moet ook niet zeggen wat je bent. Wat? Je moet ook niet zeggen wat je bent. Ja, Kreng, je moet me niet verraden. Ik heb je ook niet verraden, de tweede ronde. Chat. Wacht maar, je werd wel gevonden. Als ze zeggen van, het laatste object is een ding, ja. Dan werd jij zo gevonden. Oké. Dus...
maar dan mocht je me pas pakken. Oké, volgende aflevering gaan we niks meer zeggen over elkaar. Wat we zijn of niet, maar wel als we worden doodgemaakt. Oké. Is dat een goed idee? Ja, is goed. Of we zijn er nog over dan? Kev. Kev is over, joh. Ik zeg bedankt alvast voor het kooi. Kijken. Hij is een kooi. Oké, bedankt voor het kijken. Oh, die heb ik ook gezien staan, maar die vond ik zo moeilijk om te... Maar die zijn natuurlijk doorzichtig, hè? Maar bedankt voor het kijken naar deze aflevering. De special aflevering duurt een beetje wat langer. We gaan gewoon verder met deze afleveringen. Dus vergeet niet te kijken. En dan, Robby wordt ook eens vervangen door een jongen. Oh. Wat is er? Mag dat niet? Dan zeg je het. Jongen. Jongen. Robby, bedankt hè, voor het meedoen. Ja, graag gedaan. Ga je nog zwaaien naar de mensen? Doei, doei. Bedankt. Vergeet niet te abonneren. Leuk!